Ja, want als je carrière vandaag zou zijn gestopt, dan heb je al een geslaagde carrière. Dan is toch? Het wel redelijk mooi, ja. Maar het kan altijd mooier, hè? Ja, nee, natuurlijk kan het mooier. Ja. Maar dat is wel zo. Als je nu, of met de markt, als je nu zou stoppen, is toch zijn carrière nog geslaagd? Nee, er mag nog een Olympische titel bij. Maar die kan je... plan. Dat is plan. Ja. Ja. Is dat het plan dat je inderdaad gaat? Want je bent nog steeds niet gebeld of inmiddels wel? Nee, nog steeds eigenlijk niet. Je bent nog steeds niet gebeld? Nee, maar de coach maakt het eind mei bekend. Maar ik denk, na gisteren en ook afgelopen woensdag, zal het wel in de pocket zitten, neem ik aan. Hoe vaak heb je die overwinning al teruggezien inmiddels? Dit is de vierde keer. De vierde keer? Ja. Maar het is nog alle vier keer lekker, denk ik. Ja, supermooi om te zien. Ik denk, dat ben ik echt. Dus dat is wel heel mooi, ja. Het commentaar is van Maarten Ducro en Joris van den Berg. Poel strekt de sprint aan. Is uitstekend aan dit seizoen begonnen. Is uitstekend bezig. Hij heeft zichzelf leren kennen. Hij is anders gaan fietsen. Hij heeft leren winnen in één keer in dat Sky shirt. Er is overtuiging bij Poel. Daar komt Albassini. Albassini komt. Of komt Albassini? Nee, hij haalt het. Poels vindt Luik Bastenaken Luik. En treedt in de voetsporen van Steven Roos en Adrie van der Poel. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels. Kijk, schitterend toch? Ja, dat is genieten. Gewoon Luik Bastenaken Luik hoor, dat mag je gewoon klappen. Kom op, ja. Hey. Vanaf welk moment dacht je van, oké, dit kan ik winnen? Want je ging al eerder weg, 500 meter voor de finishstreep. Ja, dat was niet mijn beste aanval ooit. Maar, toen zag ik ook al bij de concurrentie, normaal pak je terug en dan counterde iemand anders die demareert. Maar dat gebeurde eigenlijk niet. Toen had ik wel zoiets van, ik denk die sprint, dat moet gewoon gaan gebeuren. Dat is gewoon 250 meter alles of niks. En dat was 250 meter op 250 kilometer. Dan stelt eigenlijk niks meer voor natuurlijk. Maar alles doet pijn, alles is ja, verzuurd. Ja, alles was verzuurd. Vooral met die sneeuw en die omstandigheden, dat maakt het wel extra zwaar, ja. En wat is dan de rol, want we hebben hier niet voor niets die bidon staan en het eten en wat je allemaal niet naar binnen werkt. Wat is dan de rol van, wat Martin en ik nu ook drinken, warme thee? Want jij drinkt warme thee onderweg. Normaal eigenlijk niet, behalve als het echt heel koud is. Dan hebben we warme thee en een speciale bidon, dat ook wat langer warm blijft. En dan blijf je toch wat beter warm. En dat is eigenlijk een beetje de truc gisteren, was gewoon warm blijven tot die finale. En dan, die finale, dat lukt vaak wel. Maar je moet gewoon warm blijven en blijven eten, drinken, alles aan blijven vullen. Want anders, Want ik las ook, ik wist niet dat ze bestonden, ik las ook dat je handschoenen had met batterijen. Ja, ik denk dat wij de enigste ploeg zijn die hebben. Ik had handschoenen met verwarmingselementen erin en jacks met verwarmingselementen, maar die heb ik eigenlijk niet hoeven te gebruiken, gelukkig. Oké, want je gooide ze weg op een gegeven moment, toch? Ja, voor de sprint, want ik moet op een knopje drukken om te schakelen. En met je handschoenen aan is het net allemaal wat dikker. En ik denk, dan moet ik wel, als ik die sprint aanga, dan moet ik alles goed raken. En dan moet het niet dat ik net de verkeerde aantik.